Ome Joop's Tour, een 10-daagse fietstocht voor kinderen, deed Tiel aan als etappeplaats. Ome Joop's Tour is een project wat in 1950 is ontstaan in de gemeente Arnhem. Ome Joop was mijn vader, die samen met de agent van Veldhoven in de naoorlogse jaren de kinderen van de straat afhaalde. Hij organiseerde voetbalwedstrijden, straatolympiades. En in 1950 is hij gaan fietsen met een groepje kinderen, wat eigenlijk gegroeid is tot een jaarlijkse jeugdronde door Nederland. Daar doen veel kinderen mee uit Arnhem en omgeving. Ja, we hebben kinderen komen allemaal uit de wijken van Arnhem. We hebben ook wat kinderen uit de regio van Arnhem. Maar ze willen allemaal met de Tour mee. En wij proberen jaarlijks vanuit de organisatie samenwerken met de gemeente Arnhem, maar ook met de politie, om kinderen die uit de kwetsbare doelgroep van onze samenleving, om die de mogelijkheid te bieden om 10 dagen op fietsvakantie te gaan. Het is een heel spektakel. Hoe wordt het een en ander georganiseerd? En bedoel ik met name de centjes? Ja, daar ben ik een heel jaar mee bezig. Ik ben een dagse projectmedewerker jeugd bij de politie. Ik ben 1 dag in de week ben ik er fulltime mee bezig. Om te netwerken, sponsors te vinden, relaties, gemeentes. Mensen enthousiast maken om een bijdrage te leveren aan de stichting. Want we zijn een non-profit stichting die geheel met vrijwilligers werkt. Bijna 80 mensen die zich nu in de uitvoering bezighouden en in de voorbereiding. Zijn er zeker 10 vrijwilligers die eigenlijk maanden met de voorbereiding bezig zijn. Jullie waren in Tiel. Hoe is dat bevallen? Ja, super locatie. Tiel, dit jaar heb ik begrepen dat Tiel ontzettend veel in de wielersport investeert. De Prof 100 Tiel is weer op groeien. De Ladies Tour komt dit jaar. Ik zei nou, toen las ik de krant en dan krijgen ze een stukje slagroom op het taartje. Dan krijgen ze de echte grote jeugdronde van Nederland in Tiel. En super geweldig enthousiaste mensen. De wethouder, Sportplaza, mooie locatie. En we hebben hartstikke genoten de afgelopen nacht. Dus wij willen als Ome Joop's Tour willen we u bedanken. Maar niet alleen als Ome Joop's Tour willen wij u bedanken, maar de gemeente Arnhem, de burgemeester, wilt u persoonlijk ook bedanken. Er zit een cadeautje voor u in met een brief van onze burgemeester. Die is speciaal voor u omdat wij hier welkom zijn in de mooie stad Tiel. Tiel is klaar voor de start van de jeugdronde. En dan gaan we klaar. Meneer de wethouder, u mag er aan voorgaan eens gaan staan en u mag ze wegschieten van deze prachtige etappe vandaag naar Brabantse land. Als je even kijkt, zijn er allemaal klaar voor, mannen? Mama Frank, ik ga even kijken naar de chauffeurs. Klaar? Oké, jongens en meisjes. We gaan even aftellen. 5, 4, 3, 2, 1. Oké, een goede reis, jongens en meisjes. Dames en heren, de wethouder schiet zojuist de 5e etappe hier weg. We gaan richting Brabant aansluiten. Goede reis, dames en heren, jongens en meisjes. Hè. En ga even zitten, kijk goed op je voorganger, want we gaan er een feestje van bouwen weer. Tiel, dankjewel van Ome Joop's Tour. Dit is sensatie, dit is spektakel. Met Radio de Vette Ketting, dames en heren. Met onze super DJ-team. DJ de Mens, en de Rabe. Met onze lokale brandweermaker, met Ome Henny en met zijn bergrijder. Hij zwaait, kijk eens wat mooi. Wat mooi, dit is sensatie. Dit is Ome Joop's Tour. En dan komen de bezemmaker met Dirkje Takens. Die even zorgt dat de fietsen weer opgeladen. Een lekker pand hier vlak voor Ome Joop. Hij wordt opgeladen. Dat maakt allemaal niks uit. Wordt weer opgeregeld. En Ome Tim die zorgt dat alles weer netjes voor de bakker komt. Oké, Mario, neem van je broer afscheid. Hij staat te glunderen. Geef hem een kus. Geef hem een kus. Ome Jan, hier moet je foto van maken. Dit zijn momenten die je nooit meer te vergeten. Hier in Tiel, dames en heren. Mario de jongen. En dames en heren, daar gaat de chauffeur van de bezemwagen met Marvin. En dan gaan de laatste auto's zich voorbereiden voor de etappe. En dan komen de grote wagens later. Dames en heren, Tiel, hartelijk dank. Tot ziens en een goede profronde. Bedankt allemaal. En tot de volgende keer. Dank u wel. Henk Driessen, wethouder sport, een belevenis, de Ome Joop's Tour in Tiel. Ja, absoluut. Het was genieten. Gisteravond even wezen kijken hoe ze in de ontspanning waren. En vanmorgen, ja, dan zie je al die jongens en meisjes die zo genieten van die 10-daagse fietsvakantie door Nederland heen. Een eer op zich dat men Tiel aandoet. Krijgt dat een vervolg? Ja, Tiel, uiteraard de wielerstad. En wij willen heel graag hebben dat ze terugkomen. Ik heb net ook met de toerdirectie er even over gesproken. Nu we weten wat het inhoudt, ja, dan, als we weer terug willen komen, dan maken we er een echt feestje van hier.